Lieve Nijmegenaren, dinsdag heeft de regering besloten om de maatregelen waar we al een paar weken onder leven te verlengen. In ieder geval tot en met 28 april en misschien wordt het ook wel langer. Dat betekent dat de uitdaging om ons aan die anderhalve meter te houden, die hygiëne goed in acht te houden en vooral te zorgen dat we het vieren stoppen, zodat uh, mensen die wat ouder zijn, mensen met zwakke gezondheid en uh, niet meer in aanraking komen, dat we daar nog verder mee uh, moeten gaan. U ziet me hier staan in een lege straat, hier in Brakstein, een wijk waar ik zelf uh, woon. En ik constateer, als ik terugkijk op de voorbije weken, dat we onze Snijmegenaars ze algemeen algemeenheid heel erg goed in die afspraken houden. Omdat wij, dat jullie, echt weten dat het nodig uh, is. Deze stad bestaat al vele eeuwen en er zijn heel veel dingen gebeurd. Mooie dingen en ook heel veel slechte dingen. We hebben heel veel rampen achter de rug. En dit is eentje van een hele bijzondere aard, omdat we allemaal veroorzaker kunnen zijn. We kunnen allemaal het virus overdragen, maar we kunnen ook allemaal slachtoffer worden. Dus we moeten nu volhouden, zeker nog een aantal weken. En ik blijf op jullie rekenen. Ik ben ook hartstikke trots op jullie, dat we dit samen zo volhouden met good spirit, om het eens dus op zijn Engels te zeggen, en ook goede ideeën hoe we de tijd kunnen doorbrengen.